Dit is super gaaf, ik moet het jullie even vertellen, want tussen deze boom en die boom in is er iets heel speciaals aan de hand. We zitten hier in een dal, want hier loopt het ook weer omhoog. Maar wij komen dus letterlijk vanaf daar bovenaf dat stuk. Dus die boom die je daar in het midden van het beeld nu ziet, daar is het warm. Maar zo gauw je hier het dal in komt, dus zeg maar net schuin onder die boom, hier zo, dan begint het vanaf dat bosje daar extreem koud te worden. Dit scheelt een aantal graden. Het lijkt net of dat je hier letterlijk in een koelkast loopt. En dat was laatst ook al. En nu is het weer zo. Ik zal eens eventjes kijken of ik iets van een warmtemeter een keer mee kan nemen. Hoeveel graden verschil dat is. Dat is niet normaal, nee jongens. Dit is super koud opeens. En dit is nu al de derde keer, dacht ik, dat we dit merken hier op dit stuk. Kijk even naar dat verschil hier. Super jongens. Ik wist niet ik ken zelden een plek in Nederland waar dat zo extreem opeens is. Het is gewoon letterlijk of dat je in, letterlijk gewoon vanaf hier tot die boom, of je dan in één keer in de koelkast loopt. Met de deur dicht. Dat het extreem koud is, niet normaal meer. Hier begint het weer een beetje warmer te worden. Dus die kou die hangt eigenlijk letterlijk. Want hier begint het weer warmer te worden. Het is echt precies tussen die twee bomen, zeg maar. Wow, dit is heel erg extreem. Maar wel super mooi dat we dit weer mee hebben kunnen maken. Ik weet dat we zo dadelijk daar bij de weg zijn. Dat de gewone normale temperatuur. Ja, hier wordt het alweer warmer. Wow, je voelt het ook echt door de kleren heen, voel je het. Dit is echt extreem. Jongens, ik hoop dat jullie de vlogs mooi vonden. En we hebben ruim een uur lang een dier kunnen filmen die verscholen zat tussen die struiken.